Martina terug. Mooie bal van Martina. Schrooien is Abels kwijt. Nu goed voorgeven. Het is Raka. Daar had zijn eerste als kerstfeestvader toch kunnen zijn. Paulsen. Rosario van PSV voor het doel. Oeh, Geens. De redding was hard nodig op een te scherpe voorzet. Die zomaar op ook in één keer het doel in kan gaan natuurlijk. Paasen die maar net goed aankomt. Bijna had Lundqvist hem. Nu Labile daardoor met wat ruimte. Slim balletje. Nice. Schotje van Sirani. Hendricks. Goed. Leek zelf vooral uit balans te raken. Tweemans muurtje neergezet. Lundqvist achter de bal. Lundqvist met een aardige vrije trap. Ja, en dan valt de rebound. Weliswaar goed voor Lammers, maar heeft hij de controle niet. Kan alsnog richting De Wijs. Schot ineens. Gaat een paar meter naast. Van Rosario. Rosario naar Lammers. Mooie paas. Bergwijn pikt op. Steven Bergwijn. Bergwijn met links dan maar in het zijnet. Aardige actie. Twee ploegen die toch zo'n goede eerste seizoen zelf achter de rug hebben. Stellen teleur in de eerste helft. Op de hertgang. Schrooien. Geen kans voor Verheid. Goed verdedigd door Van Brugge. Geen slechte corner. Verheid krijgt zijn hoofd er dat niet tegen. Nog maar eens voorbrengen dus. Oh, dat is een mindere. Oef. Geens. Niet voor het eerst dat hij meevoetballend dat niet helemaal lekker doet. Paulsen. Schot. Oeh, dat is helemaal niet zo gek. Lekkere poging van Jorrit Hendricks. Verheid, sterk. Door het wegglijden is daar opeens wat ruimte voor MVV. Makali schieten. Dat wordt van richting veranderd. En dan is het een schitterende redding van Pasveer. Om de 1-0 voor MVV te voorkomen. Prachtig gepakt die bal. Corners wat aan de harde kant. Lammers. Hendricks. Van Brugge. Bal helemaal verkeerd geraakt. Hendricks. Goed gekapt. En dan schieten. Hendricks. Oh, er komt nog een lekkere zwabber aan die bal. Maar hij draaide niet meer naar binnen. Komt er nu dan een echt serieuze kans. Bergwijn. Nee, onderkant lat. Hij leek precies over Geens in het doel te vallen. MVV ontsnapt. Dan loopt de laatste minuut van deze wedstrijd. Verret. Bergwijn, vlag blijft omlaag. Bergwijn, nog één keer PSV en de voorzet daar. Is het de kopbal? De omhaal, ja, dit telt hij niet. Schoongelooflijk. Eindelijk valt er wat te genieten. Telt hij niet. Vanwege Hens. Zitten we met z'n allen ruim 93 minuten te kijken naar een werkelijk afzichtelijke wedstrijd. Gebeurt er eigenlijk eens wat, dan zou het Hens zijn. Lekker dan. 94 minuten gevoetbald, de wedstrijd zit erop en zo wordt 2016 afgesloten. Met niet de allerleukste wedstrijd van het jaar. En dus eindigt het hier in 0-0.